Duikteam Woerden is de sfeervolle duik- en snorkelvereniging van Woerden en omstreken, opgericht in 1985. Met 2 zwembadtrainingen per week, tientallen clubduiken per jaar, duikopleidingen op maat en het altijd gezellige Zeelandweekend. Duikteam Woerden biedt jeugdleden tussen de 8 en 14 jaar oud het Scubadoo jeugdprogramma van de Nederlandse Onderwatersportbond aan. Dit houdt onder andere in dat de jeugdleden 6 keer per jaar met perslucht onder water gaan. De volwassenen hebben 2 trainingsuren in de week. Tijdens die trainingen worden duik- en snorkelvaardigheden getraind en wordt aan de conditie gewerkt. Al in het bezit van je duikbuffet? Duikteam Woerden organiseert het hele jaar clubduiken, waaronder de Koningsduik en de Oudejaarsduik. Duikstekken variëren van de Vinkeveense plassen tot het Grevelingenmeer in Zeeland. Duiken is een plezierige vrije tijdsbesteding, waarbij je heerlijk ontspannen onder water de flora en fauna kunt bewonderen. Van grote snoeken en baarzen tot scholen met honderden kleine visjes, kreeften, krabben, naaktslakken en zeedahlia's. De instructeurs die je tijdens de opleiding begeleiden zijn altijd erg enthousiast en vertellen met veel passie over eigen ervaringen met duiken. Als je leert duiken bij Duikteam Woerden, dan haal je daar je eerste brevet. En hoe gaat dat dan verder? Ja, dan begint het eigenlijk pas hè, met je eerste duikbrevet. Je moet eens zien als autorijden. Als je je rijbewijs hebt, dan begin je eigenlijk pas te leren met autorijden. Nou, bij duiken is dat hetzelfde. Op een gegeven moment heb je E-ster brevet. Nou, dan kan je verder doorgaan met 2-ster, 3-ster. Je kan ook allerlei specialties doen. We hebben recentelijk ijsduikbrevet gedaan met een aantal. Nou, dat is echt een gigantische ervaring. Gewoon het feit dat je onder het water gaat, dat er boven allemaal ijs ligt. En dat je naar die bellen zit te kijken. Soms zie je schaatsers bovenlangs gaan. Nou, dan is het even zwaaien naar elkaar. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. Klaas, hoe ben jij met duiken in aanraking gekomen? Dat is alweer een hele tijd geleden. Het was in 1994 dat ik een introductieduik bij Duikteam Woerden gemaakt heb. En dat beviel me zo goed dat ik daarna lid geworden ben van de vereniging. En tot de dag van vandaag ben ik dat nog steeds. En wat vind jij leuk aan het Duikteam Woerden? Nou, het leuke van Duikteam Woerden is dat het een hele gezellige vereniging is. En een vereniging waar je je hobby heel goed kan uitoefenen. En waarbij je ook elke keer nieuwe dingen kan leren. En waarbij we ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. Zoals bijvoorbeeld buitenlandse tripjes. Maar altijd in het teken van die mooie hobby duiken. Wat ervaar jij nou als je aan het duiken bent? In het algemeen gezegd ontspanning. Ik denk dat dat wel het woord is als je eenmaal onder water zit. En je ziet daar in die totale andere wereld. Daar zweef je als het ware. Je bent gewichtsloos. En dat is pure ontspanning. Dan denk je niet meer aan vervelende dingen. Of aan je werk. Of aan de files of zo. Maar dan ervaar je de rust. En je geniet je van alles wat je om je heen ziet. Dat is prachtig. Wat is nou jouw mooiste duikervaring? Ik heb wel verschillende mooie duikervaringen gehad, want ik heb al honderden duiken gemaakt. Maar toch een hele mooie duikervaring was vorig jaar in Cornwall in Engeland. Waar we onder water zeehonden tegenkwamen. Die erg nieuwsgierig waren en ook op ons afkwamen. Dus echt op aanraakafstand kwamen en ook echt niet meer weg wilden gaan. Dus dat was echt een hele bijzondere duik. Ja, en andere mooie duiken zijn toch ook wel daar waar je op wrakken duikt bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook vaak hele bijzondere duiken. Dat doe ik ook erg graag. Altijd was mijn ultieme droom om een keer te gaan duiken. Nou, ik ben in Australië geweest, niet gedoken. Caribisch gebied geweest, niet gedoken. Tweede keer dat ik Caribisch gebied kwam, zag ik op een gegeven moment een advertentie van introductieduik. Ik denk, die is voor mij. Dus ik samen met mijn toenmalige zwager... Bij ingeschreven, wat uitleg in een zwembad en uiteindelijk het ruime sop in, wat je dan ziet. De serene rust, het is net alsof je in zo'n zoutwater aquarium duikt. En al die kleuren, al die pracht, dat is gewoon fantastisch. Je bent er gewoon helemaal stil van, gewoon het genieten van. Toen komt er ook nog een hele mooie schildpad voorbij. Op dat moment, de wereld kon niet meer stuk. En dat moment was ook voor mij de knop om. Ik ga leren duiken.
En later op Sint Maarten heb ik gelijk mijn brevet gehaald. En uiteindelijk in Nederland had ik zoiets van ja, ik doe het te weinig. Alleen op vakantie. Dus ik ben toen bij Duik 10 Woerden gekomen. En ja, vandaar vandaan is het verhaaltje gaan rollen. En zit ik nu nou, bijna 1200 duiken later, zit ik het verhaal eigenlijk in geuren en kleuren te vertellen. Ik vind het gewoon super. Duiken is echt ja, een soort tweede leven. Duik 10 Woerden is een bruisende vereniging waar iedere duiker en snorkelaar zich thuis voelt. Kijk ook eens op www.duiktienwoerden.nl.